Ja, daar zijn we weer. Ja, hallo. Hoi. Ja, nu is het een middag. Normaal zijn we 's morgens altijd onderweg, maar nu 's middags. En we gaan een heel speciaal bezoek brengen in de gemeente Bezel. En ook nog heel speciaal niet in Bezel zelf, maar in Ruiver. Dat vormt onderdeel van de gemeente Bezel. En ook nog heel speciaal niet het dorp Ruiver zelf, maar in Offenbeck. Daar is een mooie Jong Nederland afdeling. En vooral Toesie is nou een... jongen, ja. Kim, vertel maar eens. Ja, die heeft een brief ingestuurd en daar wil je niet, nu, niet voor één leiding, maar voor een aantal leiding een taart maken. Dus dat gaan we vandaag wel doen. Nou, dan ben ik eens benieuwd. Dan moeten we misschien dit keer een extra goede taart maken. Misschien wel handig. Nou, we gaan het zien wat we weer gaan aantreffen. Ik heb er zin in. Wat ga je? Ja, ik ook. Zeker, ja. Altijd leuk. Nou, oké. Hoi. Hoi. Nou, daar gaan we maar weer. Ja. Ja, dit is in ieder geval nummer 3. Ja. Chef, dat moet jij zijn. Ja. Sander, dat is de cameraman. Nou, we willen met jou samen de taak doen. Daar is een brief ingesteld, hè? Ja. Dat is de leiding een briefje om een taart te maken. Mm-hmm. Omdat ze mij steunen, omdat ik een beperking aan mijn been heb. Ze regelen altijd dat ik ook mee kan doen met spellen en dat soort dingen en sport. En ik mag ook altijd mee op kamp. Ja. En als ik met de fiets val, dan mag ik met de auto. En daarom heb ik ze een brief gestuurd, omdat ze mij zo goed helpen. Jij zei dat je een beperking hebt? Ja. En andere kinderen in die groep, hebben die ook een beperking? Nee. En is dat dan voor jou moeilijk om met spellen mee te doen en zo? Soms, maar... maar heel soms. Een idee hoe dat je de taart wil versieren, want ja, we hadden wel al meegekregen dat je het leuk vindt om taarten te maken en te versieren. Ik zou hier eigenlijk bedankt op willen maken en dan daaronder allemaal en dan nog verder versieren. En je hebt een beperking aan je benen, kun je moeilijk lopen of kun je daar iets over vertellen? Ja, ik heb een beperking aan mijn been dat ik een beetje moeilijk kan lopen. Dat is dat mijn voeten een beetje naar binnen draaien en dat ik meestal meer kan struikelen. Ik heb er ook geen moeite mee dat ik een beperking heb. Wat ik me afvroeg, als je een beperking hebt, ben je dan fanatieker in het spel of bijvoorbeeld veel voorzichtiger? Ik doe soms fanatiek mee, maar soms ook voorzichtig, omdat ik kan niet vallen. Mm-hmm. Dat doe ik wel meestal. Maar als je valt, kun je dan zelf opstaan of heb je dan hulp nodig? Ja, ik kan daar zelf wel opstaan, maar dan komen een paar kinderen zo voor mij en dan geven ze me een hand. En dan zeg ik, ik kan wel zelf opstaan. Ja. Maar dan willen ze me gewoon helpen. Dat vind ik ook niet erg. En heb jij altijd in de Ruiver gewoond? Nee, ik ben geadopteerd toen ik bijna 4 werd. En waar woonde je toen? Ik woonde in de buurt van Beijing. Dichtbij Beijing. En toen ben ik opgehaald door deze ouders. Ja. Ik vind het ook niet erg dat ik ben geadopteerd, want China is best wel een arm land. Ja. Dus je voelt je hier wel gelukkig? Ja.
Ik ben dankbaar voor dat je ouders je op het geadopteerd hebben. Ja. Nou, ik denk dat de taart wel goed eruit ziet, of niet? Ja. Nou, we vonden het heel leuk om even met jou gepraat te hebben. Ja. Het was een mooie, fijne ontvangst hier. Ja. Hè, bij de familieboot. Ja. In Reuven-Offenbeck. Ja. Oké. Okay. En de taart ziet er inderdaad goed uit. In 2020, daar zitten we mee bezig, gaan we elke maand ergens in de provincie met een kind een taart bakken voor iemand. En we hebben voor een ganse hoop brieven van binnen gekregen. En een van die brieven wordt van een lid van Ruiver, van Cheng. Cheng Boots, kent je allemaal. Ja, het was voor ons een, eigenlijk een ontroerende brief. Want hij schreef, ik heb een beperking. En ondanks het feit dat ik die beperking heb, ken ik die in Nederland gewoon meedoen. En het is eigenlijk zelfs zo dat ik daar niet om hoef te vragen, maar dat die kinderen in die groep me gewoon accepteren wie ik ben. Dat die leiding zich zelfs op een hele leuke manier stimuleert. En hij schreef in dat brief ook een voorval van het kamp. Dat hij zich daar niet kost fietsen. Hij had wel een driewieler. Maar op een gegeven moment kost hij niet met fietsen, wat ik toen wel grappig vond is wat hij schreef. Ja, want eigenlijk zijn dat de leukste momenten op kamp. Gewoon dat ze met een groep fietsen en dan met elkaar een kalf is en s'avonds in de tent kiet die activiteiten. Oké, dat doen ze dan mee. Maar dat is eigenlijk het summum van wat Jong Nederland eigenlijk is. En toen schreef hij, die leiders hadden mij dan in de auto metgenomen naar die post. En toen hadden ze het extra gezellig voor me gemaakt. Muziek opgezet, dat ik zelf ook leuk vond. En ik een beetje gepest en ik een beetje uitgedaagd. Zat, hebben die er toch voor gezorgd? Dat ik datzelfde wat ik eigenlijk met die jongen op de fiets wil om dat te houden. Nou, let's go, hè? Tot lieve allemaal, leuk dat je hier bent. Bij Jong Nederland is het zo fijn. Jullie staan altijd voor mij klaar, nooit bemogen, maar of gemaakt. Meedoen aan sport of en spel, jullie regelen dat wel. Val ik met mijn snuffel van mijn fiets, ga ik met de auto, dat geeft niet. Zal ik samen met de raad van elf op pad, wat hebben we nodig gehad. Daarom kan ik jullie op voor een taart en hier staan we dan op 8 maart. Bedankt dat jullie zo behulpzaam zijn, dat vind ik gewoon echt heel fijn. Dit wilde ik jullie even laten weten en nu allemaal lekker taart eten. Heetjes. Dat is niet zelf goed bedeeld, joh. Een stukje van Erik en de rest van Dave. Dat is ook nog een certificaat. En nog een beginnootje. Ik ken die op, hè. Maar goed, dat is een vlottebus. Samenwerking en u feliciteren, 74 jaar bestaan. En ik hoop dat we nog langjarig van elkaar mogen genieten en deze club in de vaart naar voren opstuwen. Cenk, bedankt voor dit geweldige gebaar. Ik zie het als symbool voor alles leiding. Deze mannen hebben zich onderscheiden, maar alles leiding onderscheidt zich
één keer twee weken en ik ben niks aan papier voor jou. Dus een groot applaus voor u allemaal. Okay.